En onafhankelijk van het eindresultaat, wat bewerkstelligt deze campagne nou voor het Nederlandse voetbal? Nou, voor het Nederlandse voetbal en sowieso voor de KNVB bewerkstelligt het dat men echt met respect kijkt, want het woord respect heb, hoe vaak ik dat al niet gehoord heb, dat mensen er respect voor hebben dat ik dit doe. Nou, ik doe dit niet alleen als Michael van Praag, maar ik doe dit als bondsvoorzitter van de KNVB. En de KNVB en het Nederlandse voetbal, ja, dat is een zeer gerespecteerde organisatie en gebeuren. Ik heb dat nu ook weer gemerkt, hoe men over Nederland praat als opleidingsland. Hoe men over de KNVB praat, want het World Coaches project wat wij in de wereld hebben, ja, dat is overal bekend. Men wil daar zelfs ook graag gebruik van maken. Maar ja, Oranje, hè, ik sta voor Oranje. Ja, Oranje is natuurlijk gewoon de beste ambassadeur van Nederland en van de KNVB. Dus ja, dat helpt mij natuurlijk wel. En het amateurvoetbal? Ja, wat ik al zei, opleiden. Dat iedereen vraagt, hoe doen jullie dat nou? Hè, hoe kan het nou dat jullie zo verschrikkelijk veel talent hebben? En dan leg ik uit dat wij 3400 clubs hebben in Nederland. Dan leg ik uit dat een jongetje de fiets kan nemen en binnen 10 minuten soms wel eens keuze heeft uit twee clubs. En dat hij daar opgeleid wordt door goede amateurtrainers, door goede jeugdtrainers. Dat ze normen en waarden leren op die voetbalclubs. Dat het niet alleen maar voetbal is. Dat leg ik ze allemaal uit. En dan zeggen ze, jeetje, ik zie dan wel eens soms, jeetje, hadden wij dat maar.